Ik ben een beetje druk vandaag. Ik moet van alles regelen en doen. En ik moet straks ook nog werken. Dus ik dacht, ik doe de TMI-tag. Dat is 50 vragen over van alles en nog wat. En dat ga ik gewoon de hele dag door doen. Terwijl ik bezig ben met de dingen die ik moet doen. Wat draag je? Iets simpels, gewoon van de Primark, spijkerbroek en mijn nieuwe schoentjes. 2. Ben je wel eens verliefd geweest? Ja, zeker. Vaak genoeg. 3. Heb je wel eens een vervelende break-up gehad? Yes. Mm-hmm. Maar daar ga ik niet op in, want dat is niet alleen mijn verhaal. Het is ook het verhaal van de andere persoon. Even tussendoor, dit is zo lekker. Ik hou hier echt van. Als ik druk ben en ik heb geen zin om te koken of geen tijd om te koken, dan pleur ik dit gewoon in een pan. Laat ik het lekker sudderen voor een half uurtje tot 3 kwartier en het is zo lekker. Hoe lang ben je? 1,71 meter. Hoeveel weeg je? Ik denk dat ik nu 73 weeg. Ik weet niet zeker, ik weeg mezelf niet zo vaak. Heb je tattoos? Mijn muzieknootje. Ik bedoel mijn G-sleutel. Ster achter mijn oor. En op mijn rug. Heb je piercings? Nou, dat is een verhaal. Nu, wat ik nu draag is deze. 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 En deze. By the way. Even eten. Ik moet zo werken. Ik ga met volle mond praten. Heel asociaal. OTP is een vraag. En volgens mij betekent dat welk fictief stelletje je het leukst vindt. Of fictieve characters die je bij elkaar wil zien. Ik heb geen idee eigenlijk. Wat ik heel erg had toen met Harry Potter. Ik las de boeken. 10 jaar geleden. 10 jaar geleden? Jeetje, 10 jaar geleden. En ik was heel erg voor Ron en Hermione samen. En toen waren er ook heel veel mensen die daar dan niet voor waren. Want die waren voor Harry. Harry, dat klinkt gewoon niet in Nederlands. Harry en Hermione. En ik was no. It's Ron en Hermione. Wat is je favoriete fictieve tv-koppel? Ik vind Donna en Eric wel leuk van That 70s Show. Ik weet niet. Ik weet niet. Wat is je favoriete serie? Breaking Bad, without a doubt. Ik vond het zo'n goede serie en zo'n leuke ervaring. Ik heb dat echt gemarathond, zeg maar. Ik hoorde al jaren van op internet en zo dat het een goede serie was. En ik dacht altijd van, ja, moet ik eigenlijk een keer gaan kijken. Maar afgelopen jaar heb ik het echt in 1 maand of 1,5 maand heb ik alle seizoenen gewoon echt in 1 keer gekeken. Love it. Ik vind het gewoon, sowieso, het is gewoon heel goed gemaakt. En de sfeer is goed. En de acteurs zijn goed. Het verhaal is goed. Maar ik vind het ook gewoon interessant om te zien hoe iemand zijn leven opeens wil veranderen na een kankerdiagnose. En dat hij nadenkt over hoe hij altijd is geweest en dat hij anders wil zijn. Hij slaat er een beetje in door. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar wel heel interessant en leuk en spannend. En love it! Wat is je favoriete band? Heb ik niet echt nu. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik hou van heel veel soorten muziek. En ik hou van heel veel bands. En ik heb niet echt een favoriete band. Nope. Wat mis je? Ik mis mijn neefje. Ik zie hem veel te weinig de laatste tijd. Ik moet vaker daar langs. Hij moet er vaker hier langs. He's the cutest thing that ever walked this earth. Okay. Wat is je favoriete liedje? Sinds mijn 7e is Steer It Up. Little darling, steer it up. Van Bob Marley is mijn favoriete nummer. Hoe oud ben je? Lord Jesus have mercy, ik ben 29. Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een boogschutter, yo. Kwaliteit of eigenschap die ik zoek in een partner. Dat is eigenlijk wat ik ook zoek in gewoon vrienden en zo. Als ik er eentje moet kiezen, dan is het bewust aanwezig zijn in de relatie, in de vriendschap. Bewust kijken wat jij kan doen om de relatie goed te houden. Wat is je favoriete quote? To thine own self be true. Dat betekent voor mij gewoon heel erg dat je sowieso natuurlijk altijd naar jezelf moet luisteren. Van wil jij dit wel, wil jij dit niet? Voelt het goed, voelt het niet goed? Maar ook nog een stapje verder dat je altijd de moeite moet blijven doen om jezelf te kennen. Om te kijken waarom ben ik zo of waarom reageer ik zo op zulke dingen. Gewoon altijd blijven onderzoeken naar waarom je doet wat je doet. En of dat dan goed voelt en zo niet dat je er wat aan doet. Wat is je favoriete acteur? Wat staat hier? Wat is je favoriete acteur? Nou, die stoel daar, dat is mijn favoriete. Wie is je favoriete acteur? Ik ben vroeger ook een tijd echt fan geweest van Leonardo DiCaprio. Die is wel heel goed. Ik heb niet echt één favoriete acteur. Ik vind heel veel acteurs, actrices goed. Het ligt ook per genre. En nou, ik ben een beetje saai met deze antwoorden. Want ik heb altijd hele brede interesses en zo. Ik heb niet snel dat ik één iets de best vind. Want het is altijd verschillende genres en verschillende dingen.
En iemand is daar dan goed in of leuk in. Ja. Wat is je favoriete kleur? I love green. Harde muziek of zachte muziek? Bedoel je echt harde muziek qua genre, zeg maar? Of weet je wel, rustige singer-songwriter muziek of harde hardcore of zo? Dan ga ik voor zachte muziek als ik moet kiezen. Maar ook daarin, ik hou van alle stijlen muziek behalve trance, want daar word ik zenuwachtig van. Oeh, hoef je niet boos te worden, hoor die motor. Waar ga je naartoe als je verdrietig bent? Tja, vaak wil ik alleen zijn en gewoon mijn rust nemen. No interaction with people en gewoon lekker relaxen. Hoe lang douche je? Als ik mijn haar niet was, denk ik zo'n 5 minuten. Als ik mijn haar wel was, echt een kwartier of zo. Hoe lang doe je erover om je klaar te maken in de ochtend? Ja, wat is het? Ik zou zeggen 1/2 uur tot 1 uur. Alles, hè? Wakker worden, douchen, ontbijten. Het liefst 1/2 uur. Het liefst heb ik, als ik ergens naartoe moet, heb ik het liefst in ieder geval 1/2 uur. Van wakker worden tot weggaan. Woe, ik gooi mijn eten. Ben je ooit in een fysiek gevecht geraakt? Ik heb ook 1 keer in groep 8 ben ik zo boos geworden op een klasgenoot van mij. Dat ik hem gewoon, ik ging helemaal los op hem. Ik ging hem echt helemaal aan elkaar slaan. Dat was echt vreemd. Ik was bezeten of zo. Geen idee, dat was echt heel vreemd. Wat is een turn-on? Ik vind het een turn-on als iemand, als je duidelijk merkt aan iemand dat hij zich niet beter voordoet dan dat hij is. En dat hij zich kwetsbaar op durft te stellen. Snap je? Dat je gewoon een normaal gesprek kan hebben met iemand. Oh, dat is ook echt een turn-on. Een diepgaand gesprek. Gewoon echt filosoferen over iets. Gewoon zien dat iemand echt nadenkt over dingen en daar meningen over creëert. Maar wel ook echt openstaat voor meningen van anderen en wilt leren en zo. Vind ik een turn-on. Dus wat vind je een afknapper? Gewoon nepheid. Gewoon mensen die waaraan je kan zien. Ik zie dat heel snel aan mensen. Of ze echt zijn of niet. Of ze. Een afknapper is gewoon stoer doen of je anders voordoen dan dat je bent. Vind ik een afknapper. Wat is de reden waarom je een YouTube-kanaal bent gestart? Dat is alweer in 2009. Toen mijn vader ziek werd, ongeveer 2 maanden daarna, ontdekte ik de make-upwereld op YouTube. Dat was toen ook net aan het groeien en zo. En ik had nooit iets met make-up. Ik heb nauwelijks ooit mijn hele leven make-up gedragen. Maar toen opeens werd het een soort van artvorm voor mij, weet je wel. Dat ik als kunst zag, leuke creaties maken en zo. En dat was toen echt een uitlaatklep voor mij. Ik vond het hartstikke leuk, al die meisjes en jongens die dat deden op YouTube. Leek me ook leuk om te doen. En daarom heb ik hem eigenlijk gestart. En nu ben ik hier. Heb je angsten? Mijn grootste angst is toch wel dat loved ones pijn hebben eigenlijk. Weet je wel? En vooral dat ze een ziekte krijgen waarmee ze dan lichamelijke en of geestelijke pijn ervaren. Wat heeft je voor het laatst aan het huilen gemaakt? Een filmpje op YouTube van die auditie van die shadow group, weet je wel? Ik laat hem even zien, denk ik. Doe een linkje hieronder in de beschrijving. Het is gewoon zo mooi. Wat was de laatste keer dat je zei dat je van iemand houdt? Vanmiddag tegen my best friend. Wat is de betekenis achter de naam van je YouTube-kanaal? Ik had vroeger een nickname die ik gebruikte op het internet. En een andere goede vriend van mij die riep mij een keer op MSN. En die verbasterde die naam naar Kiwi. Sindsdien gebruik ik steeds vaker Kiwi. Het is nu gewoon mijn nickname. En dus een paar jaar geleden dat ik een YouTube-kanaal startte, wilde ik kiwishouse.com. Dat was dan mijn plekje op het internet. En dan wilde ik meerdere kanalen waar ik meerdere dingen zou behandelen op YouTube. Dus Kiwi's House of Rock, dat zou dan gaan over dingen die ik hartstikke tof vond. Gewoon things that rock, make-up, haarverzorging, weet ik veel wat. En dan had ik ook nog Kiwi's House of Life. En daar zou ik dan levensdingen bespreken. That's it. Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Ik lees bijna altijd eigenlijk alleen maar Engels. Maar ik heb toevallig laatst een boek in Nederlands gelezen. Gebroken. Dit is van de schrijver van Bones. Ken je die serie op tv? Zo'n spannende crime verhaal. Lekker gewerkt. Wat is de laatste serie die je hebt gezien? True Detective. Het is een Amerikaanse serie met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. Spannend. Mooi gefilmd ook. En ja, ik heb hem deze week nog. Ja, de laatste aflevering gezien. I liked it. Wie is de laatste persoon waarmee je hebt gepraat? Mijn collegaatje net. Ik heb met hem gewerkt. Hartstikke gezellig met hem, ja. Wat is de relatie tussen jou en de persoon die je als laatste een bericht hebt gestuurd? Dat is mijn beste vriendje. Oh, mijn beste vriend. Mijn homeboy. Mijn stoepbroer. Wat is je favoriete eten? Ik hou heel erg van Marokkaans eten. Ik hou ook heel erg van sushi. En dan weet je dat Japanse, gewoon al die andere dishes die je bij zo'n restaurant krijgt, heerlijk. Waar wil je nog graag naartoe? Ik wil heel graag heel veel reizen. De wereld zien, andere volken zien, lekkere keukens proeven, weet je wel, dat soort dingen.
Maar het eerste wat ik wil gaan doen is echt, als ik daarvoor kan sparen, dan is het eerste wat ik wil zien is het Noorderlicht. Lijkt me prachtig om dat te zien. De laatste plaats waar je was. Daar? Mijn werk? Heb je een crush? Ja, oké, op mijn neefje. Wat was de laatste keer dat je iemand hebt gekust? Die zinnen zijn niet echt goed Nederlands. Wie is de laatste persoon die je hebt gekust? Mijn mama gisteren. Wat was de laatste keer dat je je beledigd voelde? Ik voel me niet zo snel beledigd. Ik vind dat je ook niet zo snel iemand kan beledigen. Beledigen is eigenlijk iets wat de ontvanger zelf bepaalt. Weet je wel, iemand kan iets heel ergs tegen mij zeggen en ik kan daarmee bepalen of ik me beledigd voel. En ik heb heel vaak met dat soort mensen die zo van dat soort dingen zeggen, dat ik denk van, dat zegt meer over jou dan over mij. Dat jij de behoefte hebt om zoiets te zeggen, dat zegt iets over jou. Over jouw onzekerheid of over jouw mening over iets. Dat is prima, maar dat zegt niks over mij. Weet je wel, als iemand me bijvoorbeeld zou belachelijk maken omdat ik een vrouw ben of zo, ik verzin maar wat, dan denk ik, hey, zoek het lekker uit. Wat is mis met jou? Weet je wel, het zegt niks over mij. Dus ik voel me niet zo snel beledigd. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik kan altijd zo lekker lang lullen, dus ik ben nu al wat 11 minuten bezig. Dus ik ga snel door de laatste vragen. Het is laat, joh. Het is 12:15 s'nachts. Wat is je favoriete smaak in snoepjes? Aardbei, framboos, citroen. Ik ben ook sowieso niet echt van de snoepjes. Ik ben meer van de chips en chocola. Welke instrumenten speel je? Op dit moment niet zoveel. Ik heb vroeger pianoles gehad, blokfluitles, saxofoonles. Ik heb wat gitaar gespeeld. Nog heel kort viool gespeeld. Van alles gespeeld, maar op dit moment speel ik jammer genoeg niet zoveel. Ik wil nog heel graag viool leren spelen. En de harp. Wat is je favoriete sieraad? Niet echt een sieraad, maar mijn pols tatoeage, die G-sleutel op mijn pols. Vind ik zo'n mooie plek en dat zie ik echt als een sieraad die ik gewoon altijd om heb. Wat is de laatste sport die je hebt gedaan? Sport? Sport? hardlopen en zwemmen. Vorig jaar nog, of zoiets. Ik moet weer wat meer bewegen. Wat is het laatste liedje dat je hebt gezongen? It must have been love, but it's over now. Op de radio net, op weg naar huis. Wat is je favoriete openingszin? Ik hou niet van openingszingen. Ik kom echt niet uit mijn woord. Mijn woorden bedoel ik. Het is te laat. Ik hou niet van openingszinnen. Nee, doe gewoon lekker normaal. Ik hou er echt niet van. Dat vind ik dus heel nep overkomen, weet je wel. Kom gewoon naar me toe en zeg gewoon dat je me leuk vindt of zo. Hé, hey, jij ziet er interessant uit. Hoe heet je? Dat is genoeg voor mij. Want dat is gewoon de waarheid. Jij denkt, hé, leuke persoon. Ik ben benieuwd. Zeg dat dan gewoon. Dus de volgende vraag. Heb je die openingszin wel eens gebruikt? Ja, misschien op die manier. Weet je wel, van hé, jij bent leuk, hoe heet je? Weet je wel, gewoon op iemand afstappen en er gewoon mee gaan praten gewoon. Maar niet een openingszin. No thanks. Wat is de laatste keer dat je hebt gechilled? Vandaag heb ik niet echt gechilled. Ja, heel even toen ik wakker werd, want ik moet altijd even rustig wakker worden. Dus dan zeg ik vanochtend in mijn baatjaas, op de bank, even op mijn iPadje, even wat YouTube filmpjes bekijken. Ik denk dat dat het was. Aan wie geef je de tag door? Aan jou natuurlijk. Jij, als jij hem wil doen, moet je hem doen. Oké, hey vriendjes, vriendinnetjes. Subscribe je vooral hier zo. En bekijk de vorige video. En slaap lekker. Ik zie je morgen. Doei!